Ik was geloof ik niet te horen. Dames en heren, die mensen die nu kijken. Ik ben contact aan het zoeken met de verslaggevers in Den Haag. Daar hebben we er een stuk of 3-4 rondlopen. En als op het moment dat ze binnenkomen, dan kan ik contact maken met wat er daar gebeurt. In de tussentijd laat ik hier eventjes nog wat filmpjes zien. Zodat er contact gemaakt kan worden. Ze kunnen ieder moment binnenkomen. Ik heb ze hier op mijn telefoon. En ze zijn aan het inloggen. Heb even geduld. Fashion has always been political for black people. Black culture, black fashion, black bodies is always cool as long as it's not on black people.
It's all the same landscape of African Americans that wanted to express pain, express creativity that's on the inside, and we have to pour it somewhere. And so hip hop became the somewhere for our culture. Hip hop is the first platform ever that we've been able to make real progress with globally. Misa Hylton came along and really upped the ante. She took traditional fashion looks and she gave it that black edge. Women in hip-hop fashion don't always get the respect that we deserve. And we've always been there from the beginning. So much of our story is in what we wear. Our Black Lives Matter collection had Gregory Sip paint, breathe, breathe, breathe. When American fashion is spoken about, Misa Hylton is left out of the conversation. The new generation needs to know our history. Our music and our fashion, we keep creating new culture. This is our time. Okay, in de tussentijd heb ik contact met Yannick. Yannick, hoor je mij? Ik geloof niet dat Yannick mij hoort. Yannick, hoor je mij? Nee, ik geloof niet dat Yannick mij hoort. Maar we zien in ieder geval een beeld van speakers. Ik krijg ook geen geluid binnen van Yannick. Ik hoop dat de anderen ook snel inloggen. Ik laat het beeld van Yannick in ieder geval even zien. Fashion has always been political for black people. Black culture, black fashion, black bodies is always cool as long as it's not on black people. It's all the same landscape of African Americans that wanted to express pain, express creativity that's on the inside, and we have to pour it somewhere. And so hip hop became the somewhere for our culture. Hip hop is the first platform ever that we've been able to make real progress with globally. Misa Hylton came along and really upped the ante. She took traditional fashion looks and she gave it that black edge. Women in hip-hop fashion don't always get the respect that we deserve. And we've always been there from the beginning. So much of our story is in what we wear. Our Black Lives Matter collection had Gregory Sip paint, breathe, breathe, breathe. When American fashion is spoken about, Misa Hylton is left out of the conversation. The new generation needs to know our history. Our music and our fashion, we keep creating new culture. This is our time. Oké, langzaam maar zeker krijg ik wat beelden binnen. Het beeld wat u nu ziet is het beeld van Yannick Valerius. En ik probeer contact te krijgen met de mensen in Den Haag. Het ziet er niet heel erg druk uit, moet ik zeggen. Ik kan wel vertellen waar deze demonstratie over gaat.
Daar ben ik weer. De demonstratie wordt georganiseerd door Code Rood voor 14 fossielvrij klimaatmoeders, internationale socialisten en Extinction Rebellion. En het is een demonstratie in Den Haag onder het motto: sta op tegen racisme. Helaas krijg ik geen geluid binnen van Yannick. En ik zie de andere mensen ook niet binnenkomen. Maar ik kan wel lezen wat er in de... Ja, hier heb ik inmiddels Farello Balker binnen. Even kijken of... Zo, ik hoor Gilly inmiddels op de achtergrond. Inmiddels zijn we ook weer geschakeld, zie ik aan het beeld. Hi, ik ben Finder Creator en ik sta hier live in Den Haag bij de anti-racisme demonstratie. Hi Gilly, kan je me horen? Hi Farello, ik kan je horen, ja. Eindelijk okay, heb ik contact met jullie. Ik loop even een klein stukje weg. Ja. Zodat je me wat beter kan verstaan. Ja? Een aantal indrukken wat ik tot nu toe heb gezien. Er zijn heel veel mensen. Heel toch veel wel? Mensen. Ja, ik vind toch dat er heel veel mensen zijn gekomen ondanks de omstandigheden. De boodschap is heel, heel, heel krachtig. Ik heb verschillende sprekers inmiddels gehoord. Mitchell staat zelf nu ook op het podium. Ja. Wat ik kan zeggen is dat een verhaal in het bijzonder ging over een dame die ongedocumenteerd hier in Nederland leeft. En dat verhaal heeft mij bijzonder aangesproken omdat je... Ja, we staan er niet bij stil, hè? Je kan hier geboren zijn in dit land, maar wil nog steeds niet zeggen dat je weet waar je vandaan komt. Mm-hmm. Ze werd heel erg emotioneel en het heeft me aangegrepen. En de sfeer is rustig. Ja, dat wil ik net zeggen, want je zegt wel dat er heel veel mensen zijn, maar zoveel zie ik er niet. Nou, oké, dan misschien moet ik het een klein beetje corrigeren, mensen en kijkers. Ik zie veel meer mensen dan ik had verwacht. En dat kenmerkt toch wel een klein beetje waarom ik hier ben, helemaal vanuit Amsterdam ben gereden naar Den Haag, is om dit soort zaken ook onder de aandacht te brengen. Daarom sta ik hier, Gilly. Ja, dat begrijp ik. Maar de demonstratie, nou zie ik iets meer mensen inderdaad. Ja. Misschien kwam het door de plek waar je stond. Ja, en de reden waarom die demonstratie georganiseerd is dus dat het tegen racisme is. Zijn er veel zwarte mensen? Mensen van kleur? Ik zie zwarte mensen, maar we zijn ondervertegenwoordigd. Ja. Sterker nog, als ik het heel netjes mag zeggen. Ja, ik ben je even kwijt. Qua geluid en qua beeld. Maar ik neem aan dat je ongetwijfeld zo meteen terug. Ik loop toch even. Ik zie Simao. Oh, sorry. Er is een minuut stilte gevraagd, geloof ik. Of 2 minuten. Zeg maar niets. Ik praat de mensen hier even bij. Uit de oproeptekst: al jarenlang zijn protesten tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet doelwit van extreemrechtse terreur en racistische intimidatie. Deelnemers aan vreedzame KOZP-protesten worden bekogeld en bespuugd. Demonstraties worden onmogelijk gemaakt. Er werd zelfs een aanslag gepleegd op het pand waar een KOZP-congres plaatsvond. Kijk aan Zwarte Piet. Gilly, ik laat je even wat indrukken zien van dichterbij. Ja, dankjewel. Op het moment dat ik dichterbij loop, is de verbinding een beetje slecht. Dus kijk gewoon even mee naar de beelden, mensen. Ja. Dan krijg je een indruk van wat hier gebeurt. En vraag ook even aan Yannick of ze haar geluid ook even aandoet. Oké, Yannick moet gewoon even de oordopjes indoen. Dan heb je ook geluid bij haar. Dat ga ik even regelen. Dank jullie wel. Nog een keer een groot applaus. Ze heeft haar... Farello? Farello? Ja? Yannick heeft haar microfoon gemute en ik kan hem niet unmuten, dus zij moet hem zelf unmuten. Ergens. Prima. Ja. Microfoon gemute. Zodat ze ons horen. Nu heeft u geluid. En heel belangrijk, de strijd gaat verder dan de Randstad. Dus ook in Limburg, in al die kleine steden, moeten we ook solidair zijn. We zijn aan het einde gekomen van ons programma.
En, maar voordat we dat doen, is er nog steeds vegan chocolademelk. Bij de Haagse Stadspartij is er soep, zodat je nog even kan opwarmen. Maar let op, ga niet alleen weg. Het is nog niet helemaal veilig. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het komen. Dank jullie wel voor jullie solidariteit. Nou, ik merk dat we aan de late kant zijn met de reportage. Ik dacht dat het nog veel langer zou gaan duren. Ik stond hier een jaar geleden, ja, brak in huilen uit, omdat ik zei, geen kind van mij gaat ooit nog Zwarte Piet genoemd worden. En als ik dit zie, dat jullie steeds terug blijven komen, geeft het me toch wel het vertrouwen dat dat nooit meer gaat gebeuren. Dat we een mooiere, wereld, een rechtvaardigere wereld gaan achterlaten hier. Want dat is onze taak. Dankjewel. Ik ben Mariam Belmaslohi en we strijden verder. Nou, er zijn toch inderdaad meer mensen dan je in eerste instantie zag met de beelden. Ja. Nou, hoeveel mensen schat je dat er ongeveer zijn? Nou goed, als ik ga kijken, dan schat ik ongeveer 100. Ik schat ongeveer 1500 man. Ja, ik zie dat er iemand bij Yannick staat. Even kijken of ik dat kan pakken. Yannick, je microfoon is weer gemute. Ik loop even naar Yannick toe. De microfoon, even. Ja. Ja. De microfoon is weer gemute. Nee, hij is weer ongeonmute. Oké, goed. Perfect. Black women life! Black queer life! Black indigenous life! Black life! Black trans life! Black queer life! Black trans life! Black lives! Black lives! Je bent goed te verstaan, Varello. Ja? Ik loop heel even naar achteren. Ja? Want de volume staat goed hard hier. Is heel fijn. Goed georganiseerd de boel. We kunnen het allemaal heel goed volgen. Het feest gaat beginnen. Ik wil eigenlijk een dame interviewen. Heel graag. Maar dat betekent wel even dat ik ga overschakelen op deze microfoon. Okay. Dan kunnen we even niet communiceren, maar ik schakel wel naar je terug. Oké, dat is prima. Dan ga ik even naar Yannick toe. Ja? Oké. Jij gaat naar Yannick? Ja, is goed. Oh, ik ga de interviewen live. Oké, doe maar. Ik bedoel, als je die persoon gevonden hebt, dan kom ik bij jou terug. Oké, dat is goed. Dan ga ik even naar Yannick. Ja. U kijkt naar een live uitzending. We maken hem omdat we vinden dat dit soort demonstraties in beeld gebracht moeten worden. Het is belangrijk dat we dit soort maatschappelijke ontwikkelingen gewoon kunnen volgen. En ja, als de reguliere media het niet doen, dan doen wij het. Weet je, en dat is dus de reden waarom wij hier met Omroep X toch de moeite genomen hebben om naar Den Haag toe te gaan. Even kijken. Het is een beetje improviseren, want natuurlijk hebben wij de middelen niet, we hebben het geld niet om dingen te kunnen doen. Zoals we dat graag zouden willen. En daarom willen we ook heel graag in het bestel komen. Als u dan lid wordt van Omroep X, dan kijk, en dat je ziet de borden waarop gevraagd wordt,
word lid van Omroep X. Er zijn, als je de QR-code scant, zou kunnen scannen als je daar bent, dan kun je lid worden. Farello, ben je inmiddels al terug? Ik weet niet of je mij hoort. Ik hoorde jou in ieder geval niet. Ik heb ook geen geluid van Yannick, dus ik weet niet precies wat er daar gebeurt. Oké, nu heb ik weer wel geluid. Als het goed is, moet je mij horen, Gilly. En de kijkers thuis ook. Ja, dat klopt. Je hoort me hartstikke fijn. Ik heb hier nu even het genoegen. Jij moet het 1,5 meter afstand doen. Hi, we zijn live op Facebook. Met wie heb ik het genoegen? Wat is je naam? Ik ben April Joffrey. Hi April. Ontzettend, ontzettend inspirerend was je verhaal die ik eerder vandaag op het podium heb gehoord. Ze hadden gelegenheid om even de microfoon te pakken om te spreken bij dit event. Wil je heel even kort vertellen waarom vandaag je op het podium bent geklommen en wat je in kort hebt verteld? Nou, ik ben gevraagd omdat ik bij vorige protest in het Malieveld ging ook spreken en mensen vonden het heel mooi. Bij het vorige protest had ik het over mijn nationaliteit, mijn onbekende nationaliteit. Ja. Wat is het probleem met je nationaliteit? Ja, op mijn verblijfsdocument staat er dat ik een onbekende nationaliteit heb. Maar ik ben hier geboren getogen in Rotterdam Centrum. Oké, maar er staat onbekend. Ik merkte eerder vandaag emotie. Er kwam emotie bij je los. Kan je misschien de kijkers thuis vertellen wat het voor jou betekent dat daar onbekend staat op die gekke pas? Nou, als een Rotterdammer, geboren getogen hier, opgegroeid in Rotterdam. Rotterdam is echt mijn stad. shout out naar Rotterdam. Is het gewoon een beetje, het voelt een beetje bespottend dat er dan op mijn verblijfsdocument niet eens een identiteitskaart staat dat ik niet als een Nederlander word beschouwd. Ja. Dat is een beetje alsof je identiteit van je wordt afgenomen. En dat is een klein beetje wat we vandaag ook heel veel hebben gezien en heel veel voorbij hebben zien komen. Ik vind het heel fijn dat je zo open en eerlijk heb gesproken. Ik heb tegen jullie net gezegd, ik wil even die dame vinden die gesproken heeft over de identiteit. En wanneer mensen aan je identiteit, als men aan je identiteit komt, dan kan het op verschillende manieren gewoon heel erg pijn doen. Ook al ben je geboren in dit land, ook al kan ik je vinden in Rotterdam, je betaalt belasting en toch hebben we te maken met dit soort zaken. Het was voor mij nieuw. Hoor jij het ook voor het eerst? Zou kunnen. Maar er zijn dus mensen in Nederland, ongedocumenteerden, die met dit soort problemen te maken hebben. En hoe kunnen wij er voor hun nog zijn? Ik wil je bedanken voor het verhaal. Op die manier geven we mensen zoals jou in jouw situatie gewoon echt een stem. Nou, dankjewel voor het interview. Nou, ik vind het ook heel mooi dat ik dan tenminste iemand kan raken met mijn verhaal. Ja. Dat er meerdere mensen over kunnen spreken, want het is echt een probleem waar ik echt niemand over hoor spreken. Ja. Dus ook echt vaak als ik naar mensen ermee toe kom, omdat het gewoon heel random aan bod komt, dat ik gewoon antwoorden en vragen krijg. Ze gewoon, maar hoe kan het? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Want dan gaan ze gewoon zeggen, kan niet zo zijn. Dan gaan ze een beetje, doen alsof je niet de waarheid spreekt. Ja. Maar het is iets dat je meemaakt in je dagelijks leven. Dus als we mensen zoals deze gaat tegenkomen, laten we gewoon rekening houden met het feit dat er ongedocumenteerden zijn. Maar het zijn mensen die net zo waardevol, misschien zelfs meer onderdeel zijn van onze samenleving. En daarvan moeten we houden. Gilly, ik ga even terug naar jou schakelen. Misschien kan je naar Yannick gaan. En dan ga ik kijken of ik nog iemand anders kan vinden om een interview af te nemen. Oké, doe dat maar. Farello, ik ga hier even in de studio ook even wat vragen beantwoorden. Okay. Er wordt gevraagd over hoeveel leden we nog nodig hebben. We hebben er nog een flink aantal nodig, maar het zijn er inmiddels al wel iets minder dan dat we 40.000 hebben. Ik denk dat we nu nog een 38.000 hebben. We hebben wel flink wat leden erbij gekregen in de afgelopen weken. Ik kan dat niet exact zeggen,
omdat ik, kijk, wanneer die leden binnenkomen, dan moeten ze gescreend worden op kloppende namen, kloppende adressen, komen ze van de juiste bankrekening, et cetera, et cetera. Dus voordat ik dat echt door heb, ik weet het niet. Ik zit meer aan de andere kant, maar ik beloof dat ik heel snel daar uitsluitsel over zal geven. In ieder geval, alle leden tellen en het is zwart gelukt binnen een hele korte periode om een flink wat leden bij elkaar te krijgen. Het is ongehoord Nederland is het ook gelukt. Het moet ons ook kunnen lukken. Wij zijn een ander geluid. Mensen hebben zijn lid geworden van zwart zonder dat ze precies weten wat zwart nou precies doet, wat een goede zaak is, moet je vooral doen. Ik ben daar ook achter. Dit is wat wij doen. Bij ons weet je wat er wat je koopt. Ik krijg een reactie van van Vincent Soekra, die dat zegt. Die zegt dat we daar gereed moeten staan. Varello, ben je inmiddels klaar om een nieuwe slag te doen? Nou, ik hoor wat je zegt inderdaad. Ik heb hier een presvent op de achtergrond. Er wordt genoeg kabaal gemaakt hier in de stad warme chocolademelk. Dat is ook heel erg fijn. Om even in te haken op wat je zegt, Gilly. Ja, we moeten allemaal lid worden van Omroep X. Het is me helaas niet gelukt om op het podium nog even te spreken. Ik had nog wel mijn kans geprobeerd. Maar ik ga op zoek naar een andere spreker die ergens ook rondloopt. Ja. Kan jij misschien aan Iraida of Janiek vragen of ze toch weer live gaan? Want ik heb eigenlijk alleen jou nog. Terwijl bijvoorbeeld ook Simao of iemand anders live zou kunnen gaan. Zal ik een link? Dan krijgen we een verhaal uit meerdere groepen. Hey, moet eens kijken wie hebben. We hebben nog een omroep X er hier staan. Goeiedag. Ja. Hey. We hebben Gilly in de uitzending. Kijken jullie wel uit met de social distance? Ja, anderhalve meter. Anderhalve meter. Ja. Dus dat klopt. We gaan op zoek naar Janiek. Ja, maar vraag even aan Simao waarom hij zo achter Omroep X staat. Misschien is dat een goed plan. Nog een keer? Waarom hij bij de democratie is. Goed. Dan gaan we dat doen. We gaan mensen dan een paar vraagjes stellen. Om ze goed te kunnen horen, moet ik overschakelen op de andere microfoon. Dan kan ik jou helaas niet horen. Ja, laten we eens kijken of we mensen kunnen vragen wat een dag zoals vandaag voor ze betekent. Twee kandidaten. Als het goed is, kan je me nog steeds horen. Jawel, dat klopt. Dat is heel fijn. Dus gaan we meerdere dingen tegelijkertijd doen. Oh, inmiddels heb ik Janiek ook gevonden. We hebben een... Pardon. Anderhalf meter gaan we even vasthouden. Meneer, vind je het leuk om heel even op camera te reageren? Wat je eerder vandaag hebt verteld. Wil jij filmen wellicht? Even vasthouden. Ja. We gaan even de camera techniek overgeven aan iemand anders mensen thuis. We zijn heel flexibel. Oké. Eerder vandaag, mensen, zag ik deze lange meneer op het podium staan. Zijn we goed in beeld? Nee, is goed. Ja. Eerder vandaag zag ik u in beeld. Anderhalf minuut alsjeblieft. Ja. Wat is je naam? Mijn naam is Jelle. Ah, Jelle. Het was een geweldig betoog wat je eigenlijk liet horen. Je hebt veel verteld. Maar als we heel kort voor de kijkers thuis even kunnen resumeren van wat heb je eigenlijk verteld? Wat was je boodschap vandaag? Varello, je moet je camera omkeren. Ik denk de belangrijkste boodschap die wij vandaag wilden uitdragen is dat we als Joodse gemeenschap, en ik spreek Varello niet voor iedereen van de Joodse gemeenschap, maar ik hoop dat we dat steeds meer kunnen gaan doen, ons solidair willen verklaren met de strijd tegen racisme. Ook omdat we vinden dat we daar dat we natuurlijke allies zijn en dat we onze plek daarin moeten claimen. En dat willen we ook heel graag. We voeren dezelfde strijd. Ja, dat is beter. Dus daarom staan we hier vandaag. Ja. En hoe voelt het jou, voor jou persoonlijk? Om hier samen met een kindje best stoer. Je hebt het eerder gehad over die vertegenwoordiging, dat het heel belangrijk is om hier als Jood te staan. Hè? We mogen het echt bij de naam noemen. Ja. Ik vind het tof dat je hier bent. Eerlijk. Wat is de indruk van de demonstratie? Wat zie je? Wat is je opgevallen vandaag?
Wat ik heel goed vind, is dat ik heel veel verschillende soorten mensen zie. En ook heel veel verschillende clubs. Dus van de klimaatbeweging tot Kick-Out Zwarte Piet, tot queer-activisme, nee, Joods-activisme. Alle verschillende smaakjes zijn vandaag bij elkaar gekomen. In solidariteit met Kick-Out Zwarte Piet, in solidariteit tegen racisme en vooral die solidariteit. Ik zeg altijd, hoe laat is het? Solidariteit, die is belangrijk. Ja, ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor het feit dat je hier gesproken hebt, de eerste, voor mij persoonlijk ook. Maar ook de kijkers thuis, die kijken mee. En wat ik met name wil zeggen, kijk, wij staan hier. De eerste volgende demonstratie of protest. Kom ook en laat jezelf zien, ook al ben je ondervertegenwoordigd. Soms hebben we aan één maar genoeg, of aan twee. Dus kom, hartstikke bedankt. We gaan kijken of je anders kunnen vinden die ook gesproken vandaag heeft. Zie ik, kan ik je straks even spreken. Ja? Volg me even de camera, die mag deze kant op. Het is even de ding. Oh, hebben we iemand gevonden die we kunnen interviewen? Gaan we die kant op, we gaan die kant op. Kan ik jullie even een duimpje geven als ik nog steeds goed hoorbaar ben? Terwijl ik de microfoon heb, waar gaan we naartoe? Gele zaal. Je bent uitstekend, man. Hi. We gaan dit heel even doen op 1,5 meter. Hi, schat. Hi, wat een geweldig evenement, event, demonstratie is hier opgezet. Eerst ga ik al zeggen, bedankt. Het is ontzettend goed geregeld. Dankjewel. En de sprekers ook. Ik heb gelukkig een aantal kunnen spreken. De verhalen hebben me ook persoonlijk aangesproken. Ongedocumenteerde, de diversiteit. Waar is de lange meneer? Nou, die is Soetsie. Over het feit dat hij ook vanuit zijn Joodse achtergrond hier aanwezig was als Jelle. Hoe is jouw gevoel? Hoe is het vandaag gegaan? Hoe is je gevoel nu? Mijn gevoel nu is heel goed. Ik ben niet goed in tellen van hoeveel mensen er zijn geweest. Maar volgens mij zijn er rond echt wel ruim 800 mensen hier gekomen. Ja, het is wat ik vandaag heel belangrijk vond om vooral de intersectionaliteit te benadrukken. Een strijd van racisme gaat verder. Racisme gaat tegen politiegeweld, tegen klimaatverandering. Het gaat tegen terrorisme tegenover onze LHBT, onze queer gemeenschap in Nederland, voornamelijk van kleur. En ik denk dat wij het heel goed hebben gedaan en dat we al die verschillende geluiden hebben laten horen vandaag. Misschien wel zeker weten is het voortreffelijk geweest. Uiteraard voor degenen die thuis kijken, je kan live terugkijken naar de opnames. Maar er zijn een heel wat interessante sprekers geweest. Ik heb zelf helaas geen gelegenheid gehad om meer te kunnen praten. Weet je waar ik het namelijk, waar ik het een beetje over wil hebben? Ik weet al waar jullie voor staan. Je weet waar we voor staan, hè? Goed. Oh, heel fijn. Ik ben ook zeker een supporter. Ik ben zelf ook een mediamaker van de Dipsaus podcast. En dat is een podcast, een mediaplatform voor en door vrouwen van kleur specifiek. Dus ik begrijp het belang van eigen media hebben, je eigen narratief, je eigen invalshoeken bepalen. Zonder ruis, zonder wit ruis. Je eigen, weet je, ik voel mij nu bijvoorbeeld heel erg veilig om het verhaal bij jou te doen. Omdat ik zeker weet, er gaat niet geknipt worden, dingen gaan niet buiten, weet je. En ik kan gewoon tegen jou zeggen, ik sta hier voornamelijk tegen racisme. En dat hoef ik niet te verbloemen. Dan hoef ik niet uit te leggen, nee, niet alle zwarte, niet alle witte mensen zijn slecht. Ik kan hier gewoon zeggen, van wij staan hier tegen racisme en specifiek tegen anti-zwart racisme. En dat is het belangrijke van een Omroep X. En ik hoop dat er veel meer komt dan dat we nu al hebben. Ja, en ik had heel graag gewild dat ook je iets had kunnen zeggen. Maar goed, we zitten hier ook, om 3 uur moeten we echt hier weg. Heel veel politie. Helaas is het toch nog steeds wel zo, als iets wordt georganiseerd vanuit de gemeenschap van kleur, dan is er opeens heel veel politie. Wij zijn altijd vreedzaam geweest. Geweld is nooit vanuit onze kant gekomen, maar dit is eenmaal de realiteit. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het komen, voor het zichtbaar zijn. Want met jullie zichtbaarheid vertellen jullie ook, wij staan hier, dit is belangrijk. We gaan onze eigen media bepalen, wij gaan onze eigen verhalen vertellen. Hartstikke bedankt. Ik praat straks even met je verder. Mensen, wanneer we het hebben over jezelf zien is gezien worden, wordt het nu letterlijk voor ons verteld en voor gelezen. Hartstikke bedankt. Toppie. We gaan even terugschakelen naar Gilly. Gilly, neem jij heel even over. Dan ga ik heel even luisteren wat je me te vertellen hebt. En misschien dat we straks nog heel even terug kunnen schakelen naar wat interviews.
Nou, Ik zit hier toch te kijken met enige mate van bewondering naar de mensen die toch de moeite nemen om hun huis uit te gaan en om gewoon daar te staan voor een betere maatschappij waarin racisme, seksisme en al die andere nare ismes gewoon uitgebannen worden. En zoals iemand hier zegt, wie niet deze zegt, institutioneel racisme is heel hardnekkig en heel moeilijk te doorbreken. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Dus het is erg van belang om inderdaad met elkaar daar te staan. En grote veranderingen in de wereld beginnen ook bij één persoon. Love kills hate, staat er. Love kills hate. We completely and totally agree. U kijkt naar een live reportage vanuit Den Haag. Er staat Good Night White Pride. Omroep X is daar naartoe gegaan omdat we vonden dat er toch iets van verslag gemaakt moest worden. We hebben niet de middelen, maar we hebben wel de wil. En we hopen dat u ons wil steunen door lid te worden. Farello, jij bent... ik ben de hoogbaan voor jou? Zeker, ja. Oké. Ja. Er werd hier net een opmerking gemaakt door iemand van demonstreren tijdens coronatijd. Heb je dat gezeik weer? Maar goed, laten we er gewoon aandacht aan besteden. Hoe verantwoordelijk is die demonstratie daar verlopen? Ontzettend. Social distance? Ontzettend. Ik moet zeggen, ontzettend goed. We hebben natuurlijk wel te maken met de mondkapjesverplichting. Dus meer mensen staan hier ook wel met mondkapje dan op de Dam eerder dit jaar. En de 1,5 meter is goed aangehouden. En er was ook al genoeg ruimte. De stereo-installatie die knalt en schreeuwt iedereen bij elkaar. Dus je kan het ook goed horen. Al met al, ik heb geen reden gezien dat de politie moest ingrijpen. Het was wel aan het begin van de demonstratie een groepje hier aan de linkerkant van het podium, die wat rechts geluid lieten horen, heb ik begrepen. En hoe klonk dat? Dat rechtse geluid? Nou, ik heb ze horen schreeuwen. Ik heb ze horen schreeuwen, maar nog meer heb ik het kabaal van ons gehoord. Ja. Met Black Lives Matter, wat we eroverheen serveerden. Dus. En je hebt gezegd, je hebt ze gehoord. Wat riepen ze dan? Ik heb niet gehoord wat ze exact riepen. Ik stond een klein beetje te ver. Ja? Ik heb niet gehoord dat ze exact, dat moet ik je verschuldig blijven helaas. Oké, maakt niet uit. In ieder geval, ze waren daar ook. Maar dat heeft niet geleid tot noemenswaardige conflicten. Nee, het was een hele kleine groep. Ja? En de aandacht was gelukkig wel zoveel mogelijk op het podium. Ja. En dat is gewoon heel erg mooi. Het is een geslaagde dag vandaag. Maar ik ga wel terug naar huis met de boodschap dat we meer aandacht moeten blijven geven aan dit soort events. Want de zwarte vertegenwoordiging is aan de lage kant. En dat wil ik gewoon eerlijk ook gewoon kunnen zeggen. Ja. Het kan misschien zijn dat we het gewoon praktisch in de communicatie gewoon niet goed hebben aangekondigd. Of in de communicatie is er wellicht iets niet soepel gegaan. Ik kom er ook vrij laat achter dat deze demonstratie er was. Maar ik ben hier uiteindelijk dus wel gekomen om live verslag te kunnen doen. Dat de kijkers thuis kunnen meekijken. Ja, dat vind ik, echt waarvoor ik je heel dankbaar ben. Ja, En natuurlijk ook dank aan Yannick en aan... Ja, kijk ze hier niet. Die sterren. En Irina. Van Omroep X. Ja ons team staat er. Kijk, als je... Ik ben heel erg trots op jullie jongens. Ik ben heel erg trots. En het laat ook zien... Ja, klopt. Het laat ook zien dat er echt gewerkt wordt om voor 31 december die leden binnen te halen. We hebben er nog een stuk of 38.000 nodig. Dus pompen, jongens. 38.000 leden maak je gewoon lid. En dan ga je meer van dit zien. Dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn hier. Toch jezelf zien is gezien worden. Absoluut. En als je lid wil worden, ga naar www.omroepx.nl.
TV wordt lid. Stort die €5,72. Het is minder dan een pakje sigaretten. Ja. Het is minder dan een uurtje parkeren in de binnenstad van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Een half broodje pom. het is een half broodje pom. Mm-hmm. Dus ik ben erg blij met je. Farello en de rest van het Omroep X-team, ik ben heel erg blij dat jullie daar waren. We gaan er een eind aan maken. We gaan er een klein beetje verslag kunnen doen. Kwam een beetje krakkemikkig in, maar naarmate we meer geld krijgen om dit soort dingen te maken, naarmate het mooier wordt. Het was in ieder geval goed genoeg. Zoals Vincent Soekra zegt, big up. Dank jullie wel. Bye bye, dag kijkers, dag jullie. Doei. Nou, dames en heren, ik ga er een eind aan maken hier zo in aan deze geïmproviseerde uitzending vanuit Den Haag, gemaakt door Farello Balker, Irayda Groenewoud, Yannick Valerius en Simao. En ik vind het heel fijn dat we deze televisie kunnen maken voor de community. En zoals Mario Raadwijk zegt, bedankt voor deze live. Nou, jullie bedankt voor het kijken. Word vooral lid. En nog iets, word niet alleen lid, maar maak ook iemand naast je lid. En dan gaan we er komen. Dan gaan we er echt komen. En we hebben nog een paar weken de tijd. Doe mij een kerstcadeau. En maak iemand lid van Omroep X. En laten we zien dat we het kunnen. Want echt... het is zo moeilijk om dingen te zeggen zonder dat ik andere mensen wil afvallen, want dat wil ik helemaal niet. Ik vind het gewoon heel fijn om op eigen kracht daar te komen. En dankjewel en ciao. Doei. Ik ga er een eind aan maken. Dag. Tot maandag is er weer een uitzending, morgen dus, om 9:00.